Is er een ideale snelheid op de snelweg? Als je zo snel mogelijk thuis wilt zijn, dan is het antwoord weer net even iets anders dan als je bijvoorbeeld zo veilig mogelijk thuis wilt komen, het milieu zo weinig mogelijk wilt belasten of bijvoorbeeld zo weinig mogelijk geld wilt uitgeven aan brandstof. Er wordt vaak gezegd dat als de snelheidslimiet naar beneden gaat, we uiteindelijk toch allemaal eerder thuis zijn. Jammer genoeg is dat onzin. Natuurlijk, als die snelheden naar beneden gaan, dan wordt de doorstroming beter omdat het rustiger is op de weg. Maar een netwerk is zo sterk als de zwakste schakel. En op de weg zijn dat vaak de bruggen en de tunnels en de knooppunten waar er wegversmallingen zijn. En daar hoopt het verkeer zich op, dat zijn de files. Dus als het verkeer beter doorstroomt en we met z'n allen sneller op de file afrijden, maar de uitstroom uit die file is niet hoger, dan wordt de file uiteindelijk maar langer. En de tijdswinsten die we eerst halen, raken we kwijt in de langere file. Rij je buiten de spits, dan raak je echt meer tijd kwijt als de snelheidslimieten naar beneden gaan. Bijvoorbeeld van 130 naar 120 doe je al 2 seconden langer over een kilometer. Van 100 naar 90 km per uur zijn dat 4 seconden geworden en van 50 naar 40 zelfs bijna 20 seconden. Iedereen voelt wel aan dat als de maximale snelheden lager worden, het ook veiliger wordt op de weg. Dat heeft een aantal oorzaken. De eerste heeft te maken met reactietijd en remweg. De meeste bestuurders hebben een reactietijd van ongeveer 1 seconde en dat kan wel oplopen tot 2 seconden. En dat betekent dat als je harder rijdt, je natuurlijk ook een grotere afstand aflegt voordat je überhaupt begint te reageren. Maar ook de remweg wordt langer als je sneller rijdt. En zo kan het zijn dat als je 130 km per uur rijdt, de stopweg rond de 150 meter is. Terwijl als je 100 rijdt, dat ongeveer 90 meter is. Natuurlijk verschilt dat tussen bestuurders, auto's en het hangt ook af van de omstandigheden. Als het regent, is de remweg bijvoorbeeld langer. Als tweede neemt ook de impact van een ongeval toe naarmate de snelheid hoger is. Sterker nog, dat effect is kwadratisch. En dat betekent ook dat de kans op een ernstige verwonding of op overlijden groter is naarmate er sneller gereden wordt. Ten derde worden snelheidsverschillen kleiner als de maximumsnelheid naar beneden gaat. En snelheidsverschillen zijn ook een belangrijke reden voor ongevallen. Dit is natuurlijk voor elke auto anders, maar voor de meeste auto's ligt het optimum rond de 80 of 90 km per uur. Dan gebruik je de minste energie per kilometer. Dat heeft te maken met het feit dat als je harder gaat rijden, je meer energie nodig hebt om die snelheid te halen. Terwijl als je langzamer gaat rijden, al die tijd de motor wel draait en dus energie gebruikt. Bovendien, als je in de buurt van de 30 km per uur komt op een snelweg, moet je vaak ook optrekken en weer afremmen. Het milieueffect van auto's is een U-vormig verband. Dus als je van 130 naar 140 km per uur gaat, stoot je veel meer extra uit dan als je bijvoorbeeld van 90 naar 100 km per uur gaat. Bijkomend voordeel, als je weinig energie gebruikt, geef je ook het minste uit. Rond de 90 rij je dus het zuinigst, ook voor je eigen portemonnee. Of je nou een snelheidsduivel bent of liever wat rustiger voortkachelt, wetenschappelijk is het bewezen dat lagere snelheden beter zijn voor de verkeersveiligheid. Voor milieueffecten ligt het optimum ergens rond de 90 km per uur en dat is ook het beste voor je eigen portemonnee. Wil je echt snel thuis zijn, dan heeft het eigenlijk alleen buiten de spits zin om het gaspedaal wat dieper in te drukken. Maar boven de 120 km per uur levert dat nauwelijks noemenswaardige tijdswinsten op.